Hallo allemaal, leuk dat je kijkt bij RTV Lossen. En we zijn weer in de studio en we hebben weer een nieuwe studiogast. En natuurlijk ook weer een artiest. En dan hebben we het ook over een artiest. Het is gewoon een rasartiest, een echte volkszanger. Bekend natuurlijk van de Boomboot, van Lieve te dik in de kist, Op een terrasje, De Griekse Melodie en Ga zo maar door. Want hij heeft volgens mij iets van 60 singles uitgebracht, albums, ik weet het allemaal niet meer. Ik zeg een hele goede avond, Stef Ekkel. Goedenavond. Welkom bij RTV Lossen. Dankjewel. Dat is voor jou de eerste keer, hè? Eens moet de eerste keer zijn. Ja, eens moet de eerste keer zijn, ja. Ja, toch? Nou, zo leuk om er te zijn. Ja, dat is alleen maar leuk natuurlijk. En je hebt al een radio-interview gehad. Hoe was de ervaring vandaag bij RTV Lossen? Wat vond je ervan? Gezellig. Ja, weet je, het is natuurlijk heel belangrijk dat je terecht kan bij de diverse stations om je nieuwe single te promoten. Ja. En ja, weet je, dan is het overal waar je komt is altijd weer heel gezellig. En dan kun je lekker kletsen over je muziek. En het zijn nu natuurlijk nog steeds barre tijden met het coronavirus. Dus ik ben ook heel blij dat ik weer ergens te gast kan zijn en lekker mijn plaat kan promoten. Ja. Dat is ook heel belangrijk, want de nieuwe single Altijd Blijven Lachen, hebben we het dan over. Die gaat ook als een speer, hè? Ja, hij doet het goed. Super blij mee. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd aan de mensen om te bepalen of ze een liedje wel of niet leuk vinden. En ja, het is nu alleen wat lastiger omdat je normaal gesproken een beetje in het land kan zien aan de mensen van joh, het leeft of het leeft niet. Nu moet je het puur hebben van de reacties op je social media en de stations die je plaat oppikken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, hij gaat hartstikke goed. Ja, super want blij mee. Je bent wekelijks en in de weekenden altijd te zien op NPO 1 bijvoorbeeld. Ja, op tv. Natuurlijk, dat is ook hartstikke mooi. Maar ik bedoel, buiten NPO 1 zijn er natuurlijk heel veel stations die aanstaande zaterdag even kijken. Hoe laat was het ook alweer? 10:30. 10:30, dames en heren. Altijd leuk om even. Maar nee, weet je, het is altijd leuk als de mensen je plaat goed oppikken. En inmiddels is de plaat bijna 200.000 keer gestreamd en het wordt heel goed bekeken op dat YouTube. Veel, ja. Dus ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Ja, maar dat is alleen maar mooi natuurlijk. En je hebt hem zelf geschreven samen met iemand van het bekende duo Gebroeders Co, hè? Ja, ik heb het geschreven met Gerard van de Gebroeders Co en mijn producer Welon van der Heijden. En wij vonden het tijd voor een leuke feestplaat. Het moest een liedje zijn met een knipoog. Nou, dat is denk ik ook wel gelukt. En een liedje wat ook heel goed past eigenlijk bij deze tijd in een positieve zin. Ik bedoel, we zitten nog steeds in de coronacrisis. Daar kun je een hele zielige plaat over maken. Maar dit is een plaat waarbij we hopelijk de mensen weer een beetje laten lachen. Ja, ik bedoel, eigenlijk bijna in een carnavalsfeesttent en hier moeten ze het in lossen. Want er staat lossen natuurlijk onwijs bekend om. Het hele dorp viert haast aan carnaval hier en dat is helemaal fantastisch. Maar goed, dat valt nou eenmaal eventjes overboord in het water. Ja. Maar wat doet het jou dan? Want hoeveel optreden had je dan eigenlijk wel niet in dat carnavalsweekend? Laten we eerlijk zijn, want het is volgende week al. Ja. Dus ik bedoel, hoeveel had je er dan wel staan eigenlijk dan? Carnaval dan? Is heel moeilijk om te zeggen. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk net na de carnaval zijn we stil komen te liggen vorig jaar. Dus dan zijn de meeste mensen al wel aan het boeken voor het nieuwe jaar. We hadden er ook al wel een aantal staan. Maar meestal is het ook weer afhankelijk van wat voor liedje breng je uit, wanneer. Ja. En daar komen dan nog wel weer wat extra boekingen uit. Nou ja, als ik dan een beetje uitga van de reacties die ik nu krijg op mijn nieuwe single, Altijd Blijven Lachen, dan denk ik dat we er toch zeker deze carnaval wel 20 hadden gedaan. Zo. En dan zing je natuurlijk de bekende is De Woonboot. Want iedereen gaat dan ook een soort, het is dan geen dansje volgens mij, maar wat doen ze? Ze zijn aan het roeien of zo. Hè? Ze zijn aan het droogroeien, ja. Zo'n droogroeiende polonaise of zo moet je er dan van denken. Nee, ja goed, weet je, dit is zo ontstaan en dat gebeurt nog steeds. De mensen gaan massaal op de grond zitten en roeien. En we hebben zelfs al een keer, nou je hebt het net over de carnaval, hebben we in Nieuwkuik of in Kuik hebben wij een wereldrecordpoging gedaan. Nou, daar hebben echt gewoon 3.000-4.000 mensen zitten roeien op de grond tijdens de woonboot. Daar is nog wel ergens een filmpje van, ja, dat is fantastisch. Ja, dat is zo leuk om te zien. Ja, maar ik zat ook te kijken en je zegt, je moet me dat Duitse filmpje even laten horen. Ja. Zo. Is mij even ontschoten in het radioprogramma, maar misschien kunnen we er nog wel in verwerken. Dat Duitse liedje over liefde dik in de kist hebben we dan over. Maar goed, we draaien gewoon liefde dik in de kist. Is beter dan een feestje, gemeen. Zo is het ook wel. Ja, want, zo is het,
Dat is nu op dit moment natuurlijk bijna die feesten. Maar je zegt, je bent veel aan het schuiven in de agenda. Geen optreden natuurlijk. Nee. Je blijft maar schuiven. Heb je nu een kantoorbaan gekregen tegenwoordig? Nou ja, dat je de boeking aan het schuiven bent. Zeg maar. Ik had al een kantoorbaan. Want ik bedoel, mensen kijken natuurlijk alleen maar naar het zingen. Ja. Maar alle administratie doe ik ook allemaal gewoon zelf. En weet je, voordat een optreden tot stand komt, is het heel veel papierwerk. En nu is het natuurlijk extra veel papierwerk, omdat er heel veel wordt geannuleerd. Ja. Er wordt heel veel verschoven naar andere data. Er wordt heel veel gekeken op de routeplanners, van wat is wel, wat is niet mogelijk. Wanneer zitten we toevallig misschien ergens in de buurt? Het is ook heel lullig als iemand verschoven wordt naar een nieuwe datum, terwijl je net een week ervoor bij de buurman staat. Dus het is heel erg opletten, heel erg puzzelen en hopen dat we ergens dit jaar weer wat mogen gaan doen. En heel stiekem de pijlen al richten op 2022... ik weet het jaar is net begonnen, maar voor je het weet is de eerste helft 2021 voorbij. En dan hopen we in ieder geval dat we in de tweede helft iets kunnen gaan doen. We zitten nu ook alweer in februari, dus dat gaat best wel snel natuurlijk. Maar, ik denk dat heel veel mensen verwacht hadden van, we sluiten 2020 sluiten we af. Dus gewoon een ontzettend rot jaar geweest voor iedereen. En in 2021 mogen we weer. Ja. Ik denk dat dat toch het meest bij de meeste mensen de gedachte is geweest. Maar ik ben toch nog wat voorzichtiger. En ik hoop dat we eind dit jaar weer iets mogen gaan doen. Maar het verbaast me ook niks als wij gewoon dit jaar weer het hele jaar thuis zitten. Ja, dat is, hoop ik natuurlijk niet. Ik hoop het niet. Ik wil ook wel een keer weer naar de cafés en de horeca hier. Zo dat, als de kroeg weer open gaat, dan ben ik de eerste die aan de bar zit. Maar jij zit zeker niet stil, want je doet ook optredens bij mensen voor de deur. Hè? Ja. Dat deed je dan met een collega zanger Jamman. Ja. Maar goed, nu ga je het dus zelf doen. Maar vertel eens even aan de mensen hoe dat is ontstaan. Waar moeten de mensen daarvan denken? Bijvoorbeeld, mensen willen jou hier voor een optreden inhuren. In Lossen, die fan van jou zijn, die jou leuk vinden, die jou waarderen als artiest. Die hebben misschien een feestje. Ja. En iemand is jarig, dus als je jarig bent, Stef gaat je even vertellen wat je moet doen en waar je moet boeken. Dus, kijk, het idee is natuurlijk ontstaan puur. Dit is ook echt iets tijdelijks wat wij doen. Okay. En dat heeft puur te maken met de op dit moment geldende maatregelen rondom het virus. Mensen mogen thuis maar één persoon ontvangen. Dus hoe knullig is het als je nu 50 wordt en je mag niks, je kan niks. Nee. Of 65, of er zijn zelfs mensen nog steeds die gaan trouwen in coronatijd. Mensen die een jubileum vieren. Mensen die een ander willen bedanken. Het is eigenlijk de gekste dingen hebben wij al meegemaakt. Maar de mensen mogen niks. En toen hebben wij gezegd van, joh, weet je, hoe leuk is het dan dat we bij de mensen ook gewoon echt letterlijk thuis op de stoep gaan zingen. Dus wat wij doen is, wij komen voorrijden. We hebben een busje met licht en geluid erin. En we maken een klein feestje voor de deur om toch iemand een leuke dag of middag of avond te doen. Zo heeft je geluidsman ook weer wat te doen. We doen het allemaal zelf. Dus je dat doet het allemaal zelf? Ik dacht dat met je geluidsman. Hadden we natuurlijk het liefste wel gewild. Maar dan is het voor de mensen weer onbetaalbaar. Ja, en precies. Dit is echt puur wij doen het ook echt voor een heel klein bedrag. Oké. Okay. Of tenminste, en een heel klein bedrag. Maar, en pennen mag? Of? Pinnen mag, ja. Ja, precies. Bedrag en pinnen mag, dames en heren. Ja, nee, maar goed. Neem je pinautomaat, neem je ook mee dan, dat pinautomaat? Ze kunnen alles. Het is waarschijnlijk. Ja, weet ik. Maar het is een idee wat gewoon ontstaan is. En heel spontaan en waar we gewoon super blij mee zijn. Wij kunnen toch doen wat wij leuk vinden. En voor de mensen die ons eigenlijk voorheen niet konden boeken, voor wie wij echt veel te duur waren. Ik wil niet zeggen dat we nou echt heel goedkoop zijn. Maar in vergelijking met wat ze normaal moeten betalen, is het natuurlijk veel makkelijker haalbaar voor hen. Nee, is ook zo. Maar ben je al dan als met dat project al in Losgerels geweest of in de regio Twente? Ben je hier al geweest? We zijn heel veel in Enschede en omstreken geweest. Dus Almelo, wij zijn wel deze regio vaak geweest. Top. Dat is heel leuk. Dus als u binnenkort een feestje heeft, dan komt Stef Ekkel gezellig langs voor een optreden. En waar kunnen de mensen boeken? Hoe werkt dat? Het werkt heel simpel. Ze kunnen mij opzoeken op Facebook, ze kunnen een berichtje sturen, ze kunnen bellen. Er staat wel ergens een promotiefilmpje op YouTube, feestje aan de deur. Daar staan de telefoonnummers gewoon op en we maken zelf natuurlijk heel veel. En is het een half uur zingen dan? Of? Ik deed samen met Jaman, deden we allebei 4 liedjes. Dus nu moet ik dat een iets andere invulling gaan geven omdat ik het alleen doe. Maar het zal niet een volwaardig half uur zijn. Maar het zal er wel
op aanschieten, denk ik. Het komt wel in de buurt. Ja, wel. Dus een stuk of we maken er gewoon een stuk of vijf, zes nummers kunnen. Ja, een stuk of zes nummers. Ja. Ah, leuk, leuk. Ja. Heel mooi, Stef. Zeker. En mag ik jou heel erg bedanken dat je hier gezellig vandaag de gast bent bij de Verlossen. Zijn we heel blij mee dat wij elke week weer leuke artiesten hebben, waaronder Stef Eckel. Natuurlijk een restvolkszanger in Nederland. En we blijven je volgen. En zodra er weer wat nieuws is, ja, dan word je gewoon weer dit kanje. Nou, we doen ons best. Je bent de koploper, hè? Nee, je bent nog steeds de koploper. Want Stef Eckel is altijd een hitkanje bij ons geweest in alle radiolijsten. Ja. En ook altijd blijven lachen. En dat gaan we ook altijd blijven doen hier bij Erde Verlossen. Maar ook met de muziek van Stef Eckel. Dankjewel dat je er was. Heel graag gedaan. Tot de volgende single. Dankjewel.